We gaan zo een dwerggeit opereren. Dwerggeit die had plasproblemen. Eerst gedacht aan een bacteriële infectie, maar reageerde niet op de behandeling. Dus zijn we verder gaan kijken. Hebben we eigenlijk een echografie hier op de praktijk gedaan. En daarin zagen we dat daar een soort gezwel zit in de blaas. En dat geeft natuurlijk voor die geit continue aandrang om te gaan plassen. En die gaan we proberen te opereren om dat gezwel weer te verwijderen. Dus ik ben nu de narcose eigenlijk aan het klaarmaken. Dat is, voor geiten is dat niet heel erg standaard. Er zijn niet heel veel middelen eigenlijk geregistreerd en gemaakt voor geiten. Dus eigenlijk een bepaalde mix die we maken, wat ervoor zorgt dat hij dadelijk geen pijn voelt, dat het bewustzijn verminderd is. Maar we moeten wel in de gaten houden, het is een herkauwer. Dus het maag-darmkanaal moet eigenlijk wel aan de gang blijven, dus dat wel op peil blijft. Delia gaat de operatie doen, ik assisteer. Delia heeft heel veel kennis van de chirurgie. Ik heb weer heel veel kennis van kleine herkauwers. Dus wat ik wel doorgaans heel veel doe is bijvoorbeeld keizersnedes, dat soort operaties zeg maar bij de kleine herkauwers. En dan werk je inderdaad ook met je verdoving, je buikoperatie. Dus in die zin heb ik wat meer ervaring qua de pens, de darmen, et cetera, die je tegenkomt. Wat weer net anders is als bijvoorbeeld bij een hond en een kat. Dus we gaan onze kennis bundelen en hopen dat we deze operatie tot een succes kunnen maken. Zal ik hem voor de zekerheid een tweede spuitje gewoon klaarleggen als we hem wat bij moeten spuiten? Ja. Omdat ze de ogen niet dicht doen, kunnen ze uitdrogen en dan doen we de vocht in dat zo. Voor zover ik weet, denk ik de eerste keer dat we hier een geit op de operatietafel hebben liggen. Ja. Ik bedoel, geiten opereren we misschien vaak. Misschien een bochtje voor castratie. Ja, precies. Maar zo'n buikoperatie. Het is een hobbygeit. Deze mensen hebben twee geitjes. Deze geit is ook al 9 jaar oud. Dat is nette leeftijd, nog niet super oud. En mensen zijn eraan gehecht. En hij is verder ook in hartstikke goede conditie, ook voor zijn 9 jaar. Hij doet het verder hartstikke goed. Dus we willen toch proberen dat we hem erdoor kunnen krijgen. We gaan hem nu ook lokaal verdoven. Dus op de plek waar we dadelijk gaan snijden, gaan we een verdoving zetten dat gevoelloos is. Dus dat is het kan zijn dat hij af en toe nog kwispelt, of een keer wat met zijn ogen knippert, of een keer zelfs gaat blaren, omdat hij eigenlijk gewoon aan het dromen is. En er zijn nog wat kleine spierbewegingetjes mogelijk. Ook nog één hele leuke ding wat ik zelf heel leuk vind, dat is de Dapotheekbus. Ja. Daar rijd ik 1 keer in de week mee en dan ga ik langs de melkveehouders. Ja. En dat is net een soort, ik zeg maar even, SRV-wagen van vroeger. Ja. Er zijn allemaal medicijnen in en dan kunnen ze, extra service, kunnen ze dus hun medicijnbestellingen daar plaatsen. En dan maak ik het direct voor ze klaar. En die breng je dan 1 keer in de week of elke dag rond? Nee, 1 keer in de week. 1 keer in de week? Ja. Ook aan de hond en de kat op de boerderij is gedacht. Ook daarvoor hebben we ontvlooiing en ontworming mee. En ook de spuitjes en de naaldjes om de dieren te injecteren. Ik ga nu even de laatste spullen in de bus inladen. We hebben bepaalde routes en dan rijden we een hele route. Ja. En dan gaan we langs die veehouders. Ja, en dan maak je gelijk een praatje met ze? Ja, gelijk een praatje. Dan krijg je ook een fijne band met iedereen. Band. Ja, je hebt een beeld van het bedrijf en mensen die zien jou daar ook eens een keer. Ja. In plaats van alleen aan de telefoon, dan weten ze ook weer wie Rianne is. Vet. Voor de gewone... Allemaal vet. We zijn in ieder geval door de huid heen. En wat ik zo kan zien, al door één spierlaagje. Volgens mij. Of allemaal subcutus, allemaal vet. Subcutus en vet. Ja. We hadden verwacht dat ze redelijk geiten zijn, heel erg binnenvetters. Dus die slaan heel veel vet in hun buikholte zeg maar op. Dus dat komen we allemaal tegen. Is het bij echt hè? Soms willen helpen om even. Maar... Al dat witte wat je daar ziet, dat is allemaal vet. Puur vet. Ja, en je zoekt de plaats mee. Ja. Even kijken of we wat kunnen zien. Het is vrij vocht. Denk ik. Wat vocht wegzuigen. Op druk en we kijken of de pies uitkomt. Hier komt nog niks. Nee. Ik zie nog niks. Ik wel. Baarmoeder? Wel. Dat is niet goed. Nee, hè? Maar als dit in je baarmoeder zit, dan moeten we ons afvragen of we wel in een blaas moeten gaan prikken. Of... Dit moet wel baarmoeder zijn. Ja. De wand ziet er ook uit als baarmoeder. Ja, we moeten kijken of we de blaas kunnen vinden. Er zit 1 glaasje in de buik trouwens, jongens. Nou, we komen een verrassing tegen. We waren eigenlijk op zoek naar de blaas, maar we kunnen niet goed bij de blaas komen.
Eigenlijk voordat we bij de blaas komen, komen we de baarmoeder tegen. En die blijkt ook enorm vol te zitten met deze bruine smurrie die we er nou uit proberen te halen. En daardoor kunnen we eigenlijk dus niet bij de blaas komen. Dus wat we nu proberen is in ieder geval dit grotendeels uit die baarmoeder te halen. En dat haalt wat druk van de ketel. En dan hoop ik dat we misschien toch dadelijk eromheen kunnen richting blaas. Het lijkt een beetje op sojasaus. Koffie. Nou, zo ziet het er wel uit, hoor. Bakje koffie. Een soort baarmoederontsteking. Jan eens. Voor de coronatijd deden we een week voordat wij bij het melkveebedrijf kwamen, deden we een berichtje per e-mail of per WhatsApp. En dan konden ze op voorhand alvast de medicijnen bestellen. En dan, als we op het bedrijf zelf waren, dan hadden de boer de mogelijkheid om dan even in de medicijnkast te kijken. En dan, als het ware, deze bus hierachter, om dan eventjes te kijken van, nou, wat heb ik nou nog meer nodig? Oh ja, ik heb nog droogzetters nodig of iets dergelijks. En dan kunnen ze dat gelijk uit de bus afnemen. We hebben op dit moment 6 verschillende routes in deze apotheekbus. Dus we gaan alle melkveebedrijven die van deze service gebruik willen maken, die gaan we hebben langs. Die hebben we opgesplitst in, ja, wat ik dus net zei, 6 routes. Omdat het meestal 20 bedrijven op één dag, dat is redelijk haalbaar. Hier in deze omgeving zijn de afstanden niet enorm groot om te bereiden. Maar als je bijvoorbeeld, we hebben ook heel veel klanten in de polder zitten, daar zijn de afstanden vrij groot. Dus die route hebben we bijvoorbeeld ook opgesplitst, zodat anders ben je enorm lang onderweg. Deze bus moeten we namelijk 's ochtends ophalen. Die staat gestald bij de dierenartspraktijk in Kampen. Dat is ook degene waar wij deze bus samen mee hebben aangeschaft. Dus die rijden ook met de apotheekbus langs hun melkveehouders. Even naar de melkveehouder toe om te vragen of dat hij een briefje heeft klaargelegd met de medicijnen. Nou, we hebben de geit opengemaakt. We zijn op zoek gegaan naar eigenlijk de blaas, omdat we op de echo sterke vermoeden hadden dat daar het probleem zat. Voordat we bij de blaas kwamen, zijn we eigenlijk meteen de baarmoeder tegengekomen. En wat blijkt dat de baarmoeder vol met, ja, met troep eigenlijk zit, vol met viezigheid. Dus daar hebben we met, omdat er heel veel spanning op stond, hebben we met een aantal spuiten hebben we dat net leeggezogen eigenlijk. Om wat druk van de ketel te hebben. Daarna hebben we gelukkig wel de blaas in beeld kunnen krijgen. Die ziet er netjes uit. We hebben ook geen tumor, geen gezwel in die blaas kunnen vinden. We hebben de baarmoeder afgevoeld. We hebben daar ook daar eigenlijk geen dikte in kunnen vinden. Dus wat we dadelijk gaan doen, we hebben in ieder geval het meeste eruit gehaald. Dus dat is de ergste druk is van de ketel. En dan gaan we haar naderhand gaan we haar rit spuiten, zoals we dat noemen. Dus dat betekent eigenlijk dat we haar hormonen gaan spuiten. Waardoor ze normaal in cyclus komt. En wat er dan doorgaans gebeurt, is dat ze dan vervolgens eigenlijk dekbereid wordt. Maar wat er dan gebeurt, is dat de baarmoedermond, die normaal gesproken afgesloten is, die gaat open. En hopen we dat de rest van de troep eigenlijk netjes aan de achterkant daaruit kan komen. Oh, ziek. Wim, had je al een medicijnbriefje voor me klaargelegd? Ja, ik heb hem hier op tafel en dan kun je hem zelf even samenstellen wat je hebben moet. Is dan, goed. Kijk maar even en dan mag je medicijnen wel weer op de plek leggen waar ze altijd neerleggen. Helemaal goed.
Ja, ga ik even voor je pakken. Oké, okay, hoi. Ja, goed, het is het gemak natuurlijk, omdat de afstand aanwezig is natuurlijk altijd een heel eind. En je hebt soms acuut ook weer medicijn nodig en je hebt altijd wel een werkvoorraad hier vooraan. En dan is het heel makkelijk dat die bus op gezette tijden, je krijgt voor de tijd natuurlijk al bericht via de app, van joh, dan en dan komen we langs. Kijk alvast wat je nodig hebt en leg een briefje klaar. We hebben zojuist even in scène gezet, zoals het voor coronatijd altijd ging. Dan ging de veehouder even een briefje klaarleggen. Op dit moment bestellen ze alvast van tevoren via de app of via de mail hun bestelling, zodat we het op voorhand klaar kunnen maken. Nou Wim, kijk eens alsjeblieft de medicijnbestelling. Graag gedaan. Tot de volgende keer, hè. Hoi. Doei. Nee, ik heb een eerste statie ook van eigenlijk of zo. Ja, we waren allemaal bijgemaakt, maar. Ja. Ik hoor dat je dus aan deze kant is hij stomp, dus dan kunnen we nooit de geit. Dus je haalt ze eruit nu? Ja, dus dan snijden we hem door en halen we hem eigenlijk stukje voor stukje. Halen we hem eruit. Ja. Hoe is nu het resultaat? Nou, ik ben heel erg blij met het resultaat. Want Woezel had dus behoorlijke problemen met plassen. En dat kan steeds erger en erger worden. En op het moment dat ze de urine echt gewoon helemaal niet kwijt kunnen, dan is dat gewoon einde oefening. Dus in dit geval is het een levensverlengende operatie geweest. Want ze kan nu weer plassen. Eigenlijk direct na de operatie heb ik vernomen. Het was wel even zware opstart. Maar het plassen ging in ieder geval meteen hartstikke goed. Nee, Woezel is helemaal goedgekeurd. Dus mag mee naar huis. En jullie nog heel veel plezier. Ja, dankjewel. Heel veel jaar. Ja, dankjewel.